Hey, lekker, lekker. Dat ding wou ik. Oké, dit ding gaan we even pakken, puntje. Chill. Dit is het monster wat we moeten gebruiken. Dit is de Tinnegan. Met Tinnegan blaas je gewoon al die zombies omver. Je hebt heel weinig ammo, 212. En dat is niet handig. Maar als je een backpunch krijg je natuurlijk meer ammo. En hij is gewoon fucking overpowered. Hij is weer super sterk. Dat is chill. Dat is een beetje het idee. Het handigste zou nou toch nog zijn dat ik die RPK inruil. Omdat ik dan iets sneller kan pakken. Iets, zoals submachine gun, rij je sneller mee. Alleen, ja, fuck it. Ik hou die RPK. Ik hou van die RPK. Het is mijn favoriete wapen. Laat mij. Als ik daar ook gewoon alles onder de knie heb, dan ruil ik het uiteindelijk wel die RPK in. Such German ingenuity. I'm going to kill so many now. Zo toren ben ik toch voor die Duitser. Mooi. Ik snap dit ding nog steeds niet. What the fuck heeft dit allemaal mee te maken? Ik ben benieuwd in welke kamer we nou terecht komen. We hebben het net nog niet gehad. Dus daar komen we sowieso in een kinderkamer of in een kantoortje. Dat is een 5. Dat kan ook. Laat maar zien. Waar komen we uit? Kinderkamer. Snel. Shit. Hier lag niks volgens mij. Het ligt op het bed. Het ligt in die kist. Op de kastje. Maar ik zag snel niks liggen. Dus volgens mij nou niet. Hopelijk gaan we nou beginnen met de reetrain. En gaat het nou allemaal een stukje sneller. Oh, Jas. Oh, ik wil zeggen, Jas is dood. Yep. Spare me. Zodat ik gewoon vaker die stroom aanzet en zo. Ik krijg wel minder puntjes, maar dat maakt allemaal niks uit. We hebben wat we moeten hebben. Let's go. Even de ding dicht maken. Ik ga nou iets nieuws proberen. En dat is de eerste ronde lopen. Niet achterom schieten. Heel even 10 seconden even hier wachten. Maar gewoon aanlopen, niet achterom schieten. Zodat ze allemaal gespawnd zijn. En de tweede ronde schiet ik achter. Ja, kan ik al voorbij lopen. Jou niet. Lopen we gewoon omheen. Ik kan dan op zulke momenten met die Tinnegan schieten. Daarom gebruik ik de Tinnegan zeg maar, als mijn main wapen nou. Als er ooit iets gebeurt en ik kan er niet voorbij, dan schiet ik ze gewoon af met die Tinnegan. Het is zonde voor de ammo, maar ja, je moet wel proberen te overleven natuurlijk. Dat is uiteindelijk het belangrijkste. Ik neem gewoon heel wijde bochten, zodat ze een beetje in de buurt blijven. En dan ben ik benieuwd hoe dit werkt. Ik heb nou nog niks afgeschoten. En als ik nou in die gang sta, dan is het heel belangrijk dat ze echt allemaal alleen maar achter me komen, zowat. Oké, er komen er heel veel voor. Alleen maar die kruipgezwellen. Niet grappig. Irritante beesten. Dit doe ik alleen maar even om die kruipdingen mee in die groep te loodsen. Want ze lopen er een beetje voor. Maar in principe, volgens mij denk ik dan altijd dit. Dus dan, kom even mee. Zomit, kom mee. Kom mee, kom mee. Kaboom! Zo simpel is het. Zijn de laatste dan? Ik weet niet of het de laatste zijn. Dat heb ik gevraagd. Wat ik nou doe is niet slim. Des. Je moet niet op deze plek service staan. Ik wist het. Ik wist dat jullie de laatste waren. Fuck my life. Maar ja, we gaan het gewoon nog een keer doen. Ik switch ook naar mijn andere wapen. Dat kut, wat doe ik nou? En toen wist ik het niet meer. Ik had moeten schieten, doorlopen, stroom aanzetten. Dat had ik moeten doen. Maar niet uit. Fouten leer je, hè? Dus die fout maak ik niet meer. Dan heb ik alleen geen ammo meer. Blijven jullie liggen? Nee. De wapen wordt er best zwak op 18. Ik kon me niet herinneren dat het zo zwak was. Oké, dus. Heel veel je kunt halen, Dennis, wat doe je? Ja. Ik denk, ik probeer het even. Ik wist niet meer hoe ik het eerst speelde. Dus ja, als je het niet probeert, dan weet je het niet. Niet op deze manier, blijkbaar. Want ik ben gelijk af. Maar nee, ik heb gelukkig die quick revive. Ik had gelukkig die quick revive. Dus dat scheelt natuurlijk ook een hoop. Dus heb ik toch een tweede kans. Ze hebben me een tweede kans gegund. Ik denk dat ik hier neer. Want anders zou ik net zien dat ik hier inloop en dat ik niet meer los kan. Dus, we hebben eigenlijk helemaal niks. Ik pak heel even quick revive. Dat is natuurlijk handig. God, irritante kruipdingen gaan weg. Fuck jullie. Staaf!
Wave 18, ik ging om daar. Ik wist dat dat zou gebeuren. Want er zijn van die plekken, als je ergens gaat staan en je weet gewoon dat je geen kant op kan, dan komen er alles soms weer terug. Ik schiet nou ook zo lot met die Thunder Gun, maar ik toch dip dat er binnen 2 waves sowieso die honden moet komen. Maar hier moet je niet stil gaan staan. Dit is ook zo stom, hè. Ik had dan op zijn minst hier stil moeten gaan staan. Op zijn minst. En dan klinkt het misschien ook wel stom. Maar dan kun je omdraaien en dan kunnen die anderen jou niet raken, hoor. Alleen diegene achter je. Ja, dan gaan we natuurlijk alleen met Thunder Gun schieten. Ik ga meer dan genoeg ammo. Staaf! Zap papies. Ja, ik schoot hem af voordat hij spawnde, dat was wel apart. Ja, dus volgens mij de eerste keer dat ik die ronde liep, schoot hij ze gewoon gelijk al af. Ik denk dat we dat gewoon moeten doen. Dan zeker het ook al niet meer. Dan hebben we de laatste, mooi, max ammo. Max ammo! Ja, we dit ding tenminste weer vol. Handig. En dat was gewoon stom wat ik deed, dat ik naar dit wapen switchte. Terwijl je dat sowieso niet moet, ik had naar dit ding moeten switchen, maar ik had hem in mijn hand. Dat was een beetje fout. Helaas. We gaan op weg naar 20. Bijna op de helft. Echt joh, dan schud me ook weer een keertje wakker, weet je wel. Van Dennis, opletten. Zo moet je zien. En ik had net die claim al neer kunnen zetten, want ik kreeg een claim van die honden en daar ook eigenlijk weer van deze nieuwe start. Maar ja. Spant er eentje voor mij. Ik denk niet dat er veel meer voor me spawnen. Ik wacht hier toch heel eventjes. Ik ga die trap activeren. Zo. Ik weet dat ik die stroom vaker gebruikte, dus doen we nou ook maar gewoon. Maar sorry dat ik even terug ga kijken, hoe deed ik dat altijd? Hoe speelde ik dit altijd? Dat is een beetje het probleem. Ik doe gewoon wat dingen. We zien het wel. We halen de 50 wel. Ik ga er eigenlijk vanuit van niet, maar we moeten gewoon positief blijven denken, toch? Zo is dat. Oké, niet handig. Kom je nou van voren? Ik zag hem hier naar beneden vallen. Hallo. Ik heb volgens mij bijna dat ding niet nodig. Oh leuk, nou is dat ding dicht. Ik heb volgens mij bijna die RPK niet nodig. Dit is ook niet handig. Ik moet wel weten dat hij hier kan zeggen dat hij open is. Oké, we gaan hier gewoon staan. Dan gaan we wel een beetje schieten zo. De laatste zal dit zo zijn. Weer die kruipers, hè. Die kruipers naaien, die zie je gewoon niet. Ik moet even Slide of Hand halen. Oh wacht, ik heb er niet geld voor. Waarom die Thunder Gun schiet? Ik heb er veel te weinig geld voor. Nee. Nee. Ga die af. Niet van een paar domme zombies. Kan hij de stroom aanzetten? Dat doen we lekker niet. Double tap helpt ook echt veel, hoor. Of ze moeten ineens in één ronde zoveel sterker zijn geworden. Maar met double tap schiet je gewoon 2 keer zo kogels. Dus ja, dat scheelt natuurlijk wel. Nou, het is wel even rustiger. Lekker man. Speed cola. Ik kan bijna double tap halen. Dat kost 2000. Moet ik wel weten dat ik daar natuurlijk geen... wat nou? Oh, mooi, 2000. Dat ik dadelijk natuurlijk geen stroom aan kan zetten. Want stroom is dan net iets te duur. Dan zit hier maar even claimertje neer. Ik ga er niet vanuit dat er nou nog heel veel zombies zijn. Ja, een beetje risky nou allemaal, joh. Ik heb ineens echt het idee dat ik helemaal geen 50 meer ga halen. Even je dood te pakken. Die! De dokter. Oké, maar dubbel tap. Dat is lekker veel. Ik weet niet of het ook scheelt met die Zeus Cannon, want daar schiet maar 1 kogel. Maar als je al snel achter elkaar kan schieten, zijn min een delay. Ik ga nu uit. Ben je de laatste? Nee, de laatste. Ah, je bent de laatste. Leuk man, gezellig. Top. Let's go. Eigenlijk zou ik de andere kant moeten rennen, maar dan word ik echt gek. Daar is geheid fout. Ook omdat je hier geen stroom aan kan zetten. Dus je moet sowieso die kant op lopen. De zombies. Nam 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 nam. Dat is een lamp. Denk, wat de fuck is dat nou? Soms zijn dingen hier zo fucking vaag gewoon. Zo lelijk als ze eruit zien. Niet doen, Dennis. Niet doen. Loop gewoon door.
Volgens mij is dat gewoon de key. Key to success. Gewoon doorlopen. Don't give a fuck. Toch gaan kijken, hè. Ah, ik ben zo dom. Ik ben benieuwd of dit werkt. Als dit werkt, dan doen we het gewoon in een keer zo. Ik zit echt niet lekker nou, joh. Dat is echt kut. Sinds wanneer hangt er eigenlijk stroomding in een random stuk de laundry? Ik zou het niet weten. Ik snap het nog steeds niet. Oké. Okay. Nou is eigenlijk het idee dat ze nou allemaal daar aankomen lopen en dat het echt helemaal vol zal. Maar dat is niet het geval, dat is het probleem. Het moet veel drukker zijn. Dat is mijn probleempje. Waarom loop ik eigenlijk niet zo? Dat zou op zich wel slimmer zijn. Dan lopen ze misschien iets dichter bij elkaar, want een paar gaan zo en die anderen gaan zo. Heb een iets dichtere groep. Je moet hebben dat het één grote groep is die allemaal tegen elkaar aanlopen. En dat lukt me nou op het moment helemaal niet. Ze lopen allemaal apart. Dat komt waarschijnlijk omdat ik te snel doorloop of zo. Ik zou het anders ook niet weten. Kijk hoe dichtbij ze zijn. En ik loop gewoon, hè. Ze kunnen me niet eens inhalen. Het lijkt echt zoals ze koud rennen, maar dat is helemaal niet. En volgens mij loop je in het spel eigenlijk altijd heel hard. Oké, we gaan gek doen. We gaan gewoon schieten. Ik heb de punten daar toch nodig. Kruipdingen weer, hè. Ik zag er weer over het hoofd. Voor mij zijn er de fucking weer over, want ik heb er bijna geen afgeschoten, zie je? Kutkruipdingen, hè. Die naaien me altijd. Je mag gewoon niet stil blijven staan. Dat is het gewoon. Alleen ik doe dat zo vaak, omdat ik gewoon niet weet, waar zijn ze? Hier, nou wordt het wat drukker, nou wordt het gezelliger. Niet hier kijken, eerst hier. En hij is leeg. Hallo. Missen wat puntjes gefixt. Boom. Ik loop toch voor de grap zo'n rondje. Oh nee, kut. Een spans hier. Zit wel mooi de schaduw. Dat is handig. Laat ze even iets dichterbij komen. Oeps. Boom. Schrijnend! Die! Mijn naam, mijn naam. Als het goed is, kan het eigenlijk niet druk zijn, want de meesten zijn dood aan de stroom, maar ze spawnen toch nog steeds. Weird. Laatste? Nee. Nee, ik probeer het gewoon. Oeps. Hallo. Ik heb dit dat hij de laatste is, maar ik wil niet met Tunnel schieten. En die RPK is alweer leeg, gewoon weer. Hoe kan dat? Oh, dat was echt de laatste. Lol. Oké, we gaan op weg naar 22. Ik moet eigenlijk echt bijhouden wanneer we iedere keer die honden krijgen. Want dan kan ik weten wanneer ik weer op kan verwachten. Maar. Op kan verwachten. Beetje rare zin. Dat je kan verwachten. Nee, want nou is het van, wat moet ik nou doen? Moet ik nou wachten voor Max Ammo? Of moet ik toch daar maar een keertje gaan kijken? Maar ik heb bijna geen geld. Dus het is gekke werk om daar iets te gaan kopen. Zadakte. Nee, volgens mij deed ik het echt zo op deze manier. Gewoon zoals ik het nou doe. Dus iets dichterbij hebben. Zo. En dan zo lopen. Tudim, tudim, tudim. Hoe heet het ook weer? Is een groep lopen? Is een rij lopen? Oh god, ze komen niet op. Zo slecht. Damn it. Ik weet het niet. Ga nou aan de kant, maat. Jij bent alweer net die ene pretbederver. Ga gewoon weg. Gewoon weggaan. Ik wil het nooit meer zien. Verdwijn uit mijn ogen. Volgens mij was dit the way to go. Want ik moet echt één volle groep hebben. Maar ik snap niet wanneer ik dan aan moet lopen. Ik mag gewoon niet rennen. Dat blijkt. Had ik ook wel kunnen weten. Nou wordt het wat drukker, dat is gezelliger. Eén grote gezellige familie. Allemaal dood. Oké, dan hebben we nou stroom aan. Hallo. Ah ja, komt er doorheen.
Jij bent echt een bitch. Sneaky bastard. Oh, hallo. Nog één. Loop gewoon verder. Ik moet zo maar iets sneller doorlopen. Ah, Jezus. Je ziet die tricks, hè. Ik spring gewoon eroverheen. Ze weten gewoon niet waar ze moeten kijken. Gelukkig heeft ze geen hardcore modus, dat je echt één hit dood zou zijn ofzo. Dat zou op zich wel grappig zijn, hardcore zombies. Zombies op hardcore difficulty. Ik weet nou ook nog steeds niet of ik nou eigenlijk een beetje voorzichtig moet doen met mijn ammo of niet. Want, weet je nou. Ik heb nou nog steeds veel ammo. En het kan toch niet heel lang meer duren tot de honden komen, I guess. Hoppakee! Op rotten. Komt er toch weer eentje van deze kant? Ze blijven spawnen! Ik zet daar ook even muziekje op. Ik vind het zo verdomd stil hier. Boom! Blijf nou eens liggen! Jezus. Oh god, dat werkt niet. Dat is niet handig. Beetje zonde. Ja, dit was niet de manier hoe ik het altijd deed, want nou verspil ik veel te veel ammo van dit ding. I guess. En Sam. Oh wacht, ik moet dit ding nog één keer. Handig. Ik ga eventjes deze kant op. Ik ga even muziekje opzetten. Lekker, leuk, gezellig muziekje. Ik weet nog wel, dat als je uit de groep en zo, dat je echt naar die kist toe ging, dat het kei druk was, dat het echt moeilijk was. Goeie oude tijd. Goeie oude tijd. En waar is steen? Dat is steen. I found the last piece. En die maken we niet open, want dan komen we weer uit waar wij heel te beginnen met die run, zeg maar. Op dat theater zelf. Op het podium. En dat mag niet gebeuren, want dan komen ze in mijn rug. Dat was de laatste, of niet? Kom dan, jee! Laatste! Dat is de allerlaatste! Hij kan niet in de zon dicht. Hij kan er wel tegen, dat vind ik jammer. Dus ook kunnen zombies tegen zon dicht. God, dan die ding. Staai! Staai! God damn it! Ik weet nog wel, op wave 200 dat ze zat te naaien. Dat was echt absurd. Dat was echt niet te doen. Met gewoon wapen lukte zelfs niet. Gewoon echt 50 keer ammo bijgehaald zo. En dat ik nog niet leeg was. Of dat nog niet dood was. Snel, run! Run! Run voor je leven! Bijna op de helft. Nee. Sowieso, de volgende, in ieder geval 20 wees of zo, ik ga denk tot de 30 en de volgende 20 die ga ik gewoon vooruit spoelen, want het wordt enorm eentonig, denk ik. En dat is niet echt heel erg leuk. Oh Dennis, wat doe je nou? Wat doe je nou weer? Dennis, wat heb je nou weer gedaan? Wat doe je ons aan? Als ik dat ding daar neerzet, ik zou mijn hond niet weten. Bow before the almighty doctor. Sterf. Come on. Come on. Zeus cannon. Wel echt een epische naam. Hallo, ik hoor die al. What the fuck? Ik hoop echt dat geen copyright klinkt uit deze muziek. Deze muziek vind ik echt bruut. Normaal is dit niet echt muziek van mij, maar voor die zombie shit is het fucking epic. Kan ik mijn skills al zien? Mijn skills, mijn kills, alles. Nog niet eens 1000. Dat is best wel weinig. Fuck weinig puntjes. Al van die Thundergun of de Zeus Cannon, hè. Ik weet in het begin Thundergun, maar na als je me upgrade, Zeus Cannon. God damn it. Ik vind het echt zonde om de ding op zo weinig zombies af leeg te schieten. Ze moeten echt dicht bij elkaar lopen. En ik moet verdomd erg pissen. Ik denk dat het nou de liedje afgelopen is. Dat ik even ga pissen, want anders hou ik het niet meer van. Want tot wave 30 dat duurt best wel lang.
Ze doen daar hier nou even. Hallo. Het is wel grappig dat je zombies soms echt zo makkelijk voorbij kan lopen. Dat je denkt van, wat de heck is dit nou weer? Mijn bedoeling was voor strak ook om vaker wapens te halen, maar ik zit gewoon constant zonder ammo. Had ik niet eens verwacht. Dat is heel anders op die mappen, die hoge mappen. Of hoge mappen, zeg maar, die nieuwe mappen. Die nieuwe mappen, daar heb je ook zoveel punten, dat is echt niet normaal. Vooral in Buried, want dan heb je die bank, en die bank zit helemaal vol bij mij. Je kan daar gewoon geld uit halen, en dan gewoon alles kopen, en dan ja, oké, leuk. Dan heb ik nog helemaal niks gedaan. Ik kan allemaal WV eens een beetje. Dit zou ik volgens mij niet overal... Dat moet wel kunnen. Maar kun je in WV 1, kan ik in Bird alles hebben. Behalve dan Easter Egg Complete. Ik denk dat dat niet mogelijk is. Maar gewoon qua gepackerpuntjes, wapens, perks en zo. Want ik kan alles gelijk openkopen. Oké, nou moet ik echt deze ronde dadelijk eventjes... die ronde krijgen, want ik ben een beetje low in ammo, jongens. Dat was niet de afspraak. We hebben wel bijna 600 kills, dus lekker. Ik weet niet hoeveel kills ik had bij die Wave 200 op China, noem maar. Dat was iets hoger trouwens, Wave 220 of zo. Ik weet niet eens meer, dat was wel insane. Ik kwam ook nog op die eerste map, de Old School Call of Duty Zombies map. Nachter en Toten was dat. Daar wil ik ook nog een keertje 115 halen, 115. Misschien ga ik binnenkort nog een keertje gaan doen. Dat is op zich ook wel leuk. Daar is het allemaal mee begonnen, hè? Dus dat is op zich wel bruut. Sterf. Jullie ook? Oké, mooi. Zijn allemaal dood? Alsjeblieft zeg dat er nog honden komen. Oh, kut. Als er honden komen, dan ben ik nog fucked. Dan moet ik ze gaan knifen. Houston. We got a problem. Oh, wacht. We hebben claymores. Ik heb 3 Zeus cannon, kogels. En ik heb 2 claymores. Oh wel, ik kan ook nog stromen, dat kan ik zo ook erin loodsen. Ik laat ze eerst even aan me spawnen. Dat bespaart mijn ammo. In ieder geval, je kunt ze niet allemaal, volgens mij spawnen er altijd maar maximaal 2 of 3. Zijn er 2? Er zijn er 2, mooi. Hoef ik tenminste maar 1 keer te schieten met 2 dingen. Dat is 1 voordeel, oké. Nog 2 kogels te gaan. Tactisch hè, deze man. Zo slim. Waar is de tweede? Oké, lopen we al bij elkaar. Laat ze even in elkaar lopen, dat is makkelijker. Dan heb je sowieso zekerheid. Dus nu. Oh. Volgens mij zijn er nou nog, na deze 2 volgens mij nog 2 en dan houdt het op. Dan zou ik die met de claimers moeten doen. Ja. Oké, nou heb ik dus geen ammo meer, dat is niet gunstig. Dat is helemaal niet gunstig zelfs. Ik kan ze knifen, maar met mijn knife dan 100 keer knifen denk ik. Oké, claimers doen heel veel, blijkt wel weer. Op nieuwe mappen doen die dingen fucking veel, maar hier doen ze helemaal niks. Het is een nerd! Wat's op? Heb ik eentje doen? Nog niet. Oké, ik denk dat we daar echt een probleem krijgen. Let's go. Hij mag niet naar beneden rollen. God damn it. Ik heb maar 1 granaat. Stroom aanzetten, misschien is dat een optie. Oeps. Ik kan niet doen, jongens. Ik moet ze gaan knijven, maar dat weet ik ook niet. Kan wel, hè? Ik kan ze onder wel nijven. Dit is volgens mij een glitch hier of zoiets. Oh, dat was die hier. Oh nee, kut. Dat was die hier. Ja, dat is wel zo'n plek dat je daar kan staan dat ze niet raken, maar ik heb geen zin in. Dat is een beetje de easy way, hè? Misschien moet ik een Bowie knife halen, maar kost die 5000. Dat zou wel een goede manier zijn. Sterf nou eens! Lekker beesten. Hoeveel keer moet je die dingen naaien? Ik had net die ene zombie, gewoon een normale zombie, moest ik ook fucking van naaien. En op zich, W24 is niet zo heel hoog, maar... Oh yes, ik heb er één dood. Yeah, buddy. Yeah, buddy. Zo doen we dat. Maar in ieder geval, ik ga even pissen. Dus ik spreek jullie zo meteen weer. Tot zo.